Maar we beginnen met Remy en Charlie in Rotterdam. Zij werken als buitengewoon opsporingsambtenaar voor vervoersbedrijf RET. Vandaag controleren ze op zwartrijders. En ze doen dat in burger. We hebben een avonddienst in burger vandaag. Het verschil tussen de burgerdienst en de uniformdienst, dat is wezenlijk niet zo verschillend. Het is wel zo, in burger vallen wij minder op. Als wij in uniform lopen, vallen wij wel direct op. En dat, daar kijk je toch de andere bril heen. De eerste zwartrijder meldt zich al snel. Deze man wurmde zich zonder in te checken door de poortjes. En dat is niet de bedoeling natuurlijk. Goedendag meneer. Hallo. RET kaartcontrole. Het ging niet helemaal goed met uitchecken, zag ik. Ja, nee. Zal ik even kijken wat er met het kaartje aan de hand is? Ik ben een collega van die meneer. De man lijkt wat beschonken, want hij staat nogal wankel op de benen. Gaat het goed met u? Gaat het goed. Ja? Ja. Nou, dit kaartje is helemaal niet meer geldig. Heeft u misschien nog een ander kaartje? Nou, je weet het, de tijd. Goed. Ja, dit kaartje is van vanmiddag. Spreekt u Nederlands? Natuurlijk. Ja? Heeft u mijn identiteitswijs? Dat is niet. Nee, want de kaart is niet goed, dus u krijgt daar een bekeuring voor. Wat doe je hier? U verstaat Nederlands of niet? U verstaat u Nederlands of Engels liever? Nee, ik heb even. Even. Ja? Wat is dat kaartje? Dit kaartje is. U mag hem terug hebben, deze is van vanmiddag. Dus u heeft geen geldige kaart, daar krijgt u een bekeuring voor. Die kunt u gelijk afrekenen of anders nee, heb ik. Nee, ik heb mijn kaartje. U heeft een ander kaartje? Ja, oké. Okay. Blijf even hier staan, meneer. Blijf even daar staan, jawel. Meneer, luister even. Luister even. Even voor me afblijven. De man zoekt maar amper naar een kaartje en lijkt er tussenuit te willen knijpen. Even blijven staan. Even wachten. Even blijven staan. Hij heeft geen kaartje en ook geen ID-bewijs. En dus moet de politie erbij komen. Wat? Wat ga je doen? Nou, ik heb in ieder geval uw paspoort gevorderd. Wat ben je aan het doen? De politie komt even. Goed, politie. Ja, die komt even uw identiteit vaststellen, ja? Oké. Ga ik in ieder geval vast wat gegevens opnemen? Hey. Ertussenuit knijpen gaat niet lukken. En dus besluit de man er dan maar een bende van te maken. Meneer, stop even met die alles op de grond gooien. Ja, doe meneer, u mag zo meteen even de papiertjes gaan oprapen. Rommeltje. Gaat u het niet oprapen? Nee. Nee? Dan krijgt u daar een bekeuring voor, hè? Voor het vervuilen van het station. Ja? De man kiest eieren voor zijn geld en besluit de troep dan toch maar op te gaan ruimen. Althans, hij doet een poging daartoe. Ja, die doet wel zijn best. Ja. Maar het meewerken is van korte duur. Een tweede vluchtpoging dient zich aan. Blijf maar even hier staan. Blijf even hier staan. Gooi. Relax. Wil je het weggooien? Oké, laat maar liggen. No negro, no mix. I am the negro. Blijf hier blijven staan. I am the negro. Blijf staan. I go to destroy you, officer. Nee. Blijf even staan. I go to destroy you. Nee, even blijven staan. Blijf staan nou, ja? Nou werd het genoeg gevraagd. Relax, ja? Als je niet blijft staan? Dan word je zometeen aangehouden en dan ga je naar het bureau. De politie is al onderweg. Blijf even rustig staan. Hou je rustig. Hou je rustig, ja? Hij had een nigger. Ga maar leunen. Hij had een nigger. Hij had een nigger. Rustig aan. Ja? Na een aantal minuten arriveert de politie. Die kunnen de man zijn identiteit controleren, zodat de zaak kan worden afgehandeld. Ja. Meneer, hier zijn de brieven terug. Dit kaartje is nog 2 uur geldig. Daar kunt u nog 2 uur mee reizen. De bekeuring voor het niet kunnen tonen van je identiteitswijze paspoort, die gaat via het CIB binnen 4 tot 6 weken. Ja? En zo eindigt deze hele affaire toch nog met een vriendelijke handdruk. De man kan zijn weg enigszins wankel vervolgen. Cameratoezicht houdt een oogje in het zeil. Nou, dankjewel. Super.